deze vierde, de vierde mini-college wordt gegeven door professor Jan Bransen. Welkom Jan. Hoogleraar filosofie aan de faculteit van sociale wetenschappen. En hij gaat het hebben over keuzestress en over het onder de titel stoppen of doorgaan. Hij zal ongeveer een half uur praten en daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. Ik wens u een genoeglijke avond. Ja, dankjewel. Ben ik ook goed? Want jij bent heel goed te horen. Ik ben ook ongeveer goed te horen, hoop ik. Ja, stoppen of doorgaan. Dus ze vroeg mij of ik iets wou komen vertellen. En het eerste woord wat mij te binnen schiet is een woord wat je niet noemde, namelijk keuzeplicht. Ik vind dat zelf zo'n prettig woord, dat we tegenwoordig verplicht zijn om te kiezen. En ik moest ook vanzelf denken aan, dit moet ook iets met de Vierdaagse te maken. Ik heb ooit zelf een halve Vierdaagse gelopen, maar 2 dagen ging dat niet meer verder. En ik was onderweg niet bezig met stoppen of doorgaan. Want als je dat doet onderweg, dan werkt het niet. Dus die tweede dag heb ik geprobeerd mezelf te verbieden om over stoppen na te denken. Ik wilde alleen maar doorgaan. En ik wist wel wanneer ik zou stoppen, namelijk aan het einde van de tweede dag. En dat was onderweg wel duidelijk aan het worden. Wat ik eigenlijk over wil hebben is, ik probeer het een beetje radicaal te doen. Het woord keuze moeten we gewoon uit onze alledaagse taal kwijt zien te raken. Want dat is een woord waar we last van hebben. En ik wil niet onze vrijheid kwijt, ik wil niet onze verantwoordelijkheid kwijt, ik wil niet onze vrije wil kwijt. Maar wel dat lastige woord keuze, omdat ik denk dat dat ons op verschillende manieren gaat misleiden. En eerst had ik een soort simpele metafoor. Het enige ding wat mij echt interesseert is het leven. Zo'n beetje hoe hudderen we daar nu doorheen? Hoe lukt het ons om, zoals ik het dan het liefste noem, thuis te raken in ons eigen leven? Hoe kunnen we daar vrede mee hebben? Wat moeten we daarvoor doen? Die soort van vragen. En ik denk dat je die vragen best, en ook dat idee van wat moet ik met mijn leven, best kunt vergelijken met ik ben gewoon een stukje aan het wandelen. En iedere stap die ik zet is gewoon een klein stukje in mijn leven erbij. En wandelen kunnen we allemaal, dat is helemaal niet zo heel moeilijk. Dan zet je gewoon iedere keer 1 stap en daarna weer de volgende. Dat gaat eigenlijk best automatisch als je eenmaal een beetje opgegroeid bent. Kleine kinderen die sukkelen daar natuurlijk nog wat mee. Maar als je eenmaal weet hoe je moet lopen, is dat allemaal helemaal niet zo moeilijk. Nou kun je over zo'n stap, over iedere stap, zou je kunnen nadenken alsof dat een enorme grote keuze is. Ik ga helemaal niet over andere filosofen praten, maar ik wil het heel eventjes hebben over Jean-Paul Sartre, een grote Franse filosoof, die aan de ene kant erg bewonderd, maar hij doet ook iets heel radicaals, wat misschien slim was in zijn tijd, want net na de Tweede Wereldoorlog dat we allemaal weer aan het opbouwen waren. En hij stelde zich voor dat ons leven inderdaad zo in elkaar zit, dat op ieder moment, op willekeurig ieder moment, kun je het leven als het ware stopzetten, pas op de plaats, nadenken of dit inderdaad het leven is wat jij wilt lopen, of het leven is wat jij wilt leven. En als je dan de volgende stap zet, beseffen dat je totaal verantwoordelijk bent voor de consequenties van die volgende stap. Dus als ik deze stap nu zet, zeg ik in één keer dat op de een of andere manier op dit moment deze stap de belangrijkste is die ik in mijn leven kan doen. Dus ik ga nu niet naar Maleisië om daar te redden, omdat daar net een vliegtuig neergestort is. Ik ga niet mensen masseren die, omdat ze de Vierdaagse lopen, veel te veel spierpijn hebben. Ik denk dat het allerbelangrijkste om op dit moment te doen, is deze stap te zetten. En dan de volgende doe je dat weer. En als je 's ochtends je boterhammetje eet en je snijdt het door, moet je, als je Sartre bent, bij dat snijden je afvragen, is dit waar het leven om draait? Moet ik nu de boterham snijden? Dan maak je het heel groot. Hè? Dan maak je van gewoon een beetje wandelen een alles of niets en nu of nooit stap. Dan is iedere stap een enorm belangrijke stap. Ik heb er een plaatje bij als het komt. Ja. Kijk, zo eentje is vrij radicaal en vrij erg. Ik weet of je, toevallig heb ik vandaag, omdat ik iets anders aan het doen was, maar ging ik ook eventjes Mr. Bean kijken. Dat was nodig voor mijn werk, zullen we zeggen. Maar ik moest dat stukje kijken waarin hij gaat duiken van een duikplank. Het is echt werkelijk fantastisch.
Het is nu nog heel levendig voor mijn ogen, maar hij ziet een duikplank 5 meter hoog. Hij denkt, dat ga ik doen. En hij loopt de trap op en hij komt boven op dat plateau. En dan kijkt en dan schrikt hij zich helemaal ongelukkig van hoe diep en hoe ver weg dat water is. En hij verstijft helemaal. Hij weet niet meer wat hij moet doen. Dat is zo'n stap. Alles of niets. En nu of nooit. Wat met deze stap aan het gebeuren is, is dat we het beeld van die stap steeds belangrijker gaan maken in ons leven. In de supermarkt kan je 90 toetjes kiezen en je moet wel de goede kiezen. En niet alleen maar in de supermarkt bij de toetjes, maar je moet natuurlijk ook de goede studie kiezen. Wat doen we dan? Studenten die moeten daarna ook de goede stage kiezen. Want als je de verkeerde stage kiest, kan het zomaar gebeurd zijn dat jouw leven mislukt is. En je moet vrij vroeg daarmee beginnen. Want je moet ook je goede profiel kiezen, want anders kan je later niet je goede studie kiezen. En als je niet de goede studie kiest, dan gaat het met de financiering van de studie mis. En dan donder je gewoon naar beneden. Dus je moet heel goed nadenken wat je doet met die stap. En steeds vroeger. Het zou namelijk kunnen dat als je per ongeluk in een risicogezin geboren wordt, dat je voor je vierde taalachterstand opgelopen hebt. En dat het dan alsmaar, dat je dan al maar halverwege al naar beneden aan het storten bent. Dus als je daar slim genoeg voor bent, maar dat ben je natuurlijk de vierde niet. Dus je voelt al hoe onhandig het voor ons wordt. Hopelijk hebben jouw ouders in de gaten dat zij zelf een risicogezin zijn. En halen ze er iemand bij. Misschien kan nog dat er een buurtwacht is die ontdekt dat dit een risicogezin is. Pedagogen zat tegenwoordig, dus die kunnen gaan rondlopen om te zien waar de risico's zitten. Zodat we bij tijds kunnen voorkomen dat iemand de verkeerde alles of niets nu of nooit stap zet. Dat beeld, en je kunt het groter maken. En als je naar Mr. Bean gaat kijken als hij dan, die komt echt helemaal blij en enthousiast. Hij huppelt ook ontzettend leuk, echt zo'n zwembadhuppel van een kind van 9, komt hij boven en dan schiet hij zich werkelijk helemaal dood. En alles verstijft en je ziet het in zijn lijf. Dit is de allergrootste stap van zijn leven. Dit is nu of nooit, alles of niets. En die soort van beleving van de belangrijke momenten van ons leven wordt steeds prangender. Het wordt steeds belangrijker als het ware dat je de goede stap zet. Terwijl tegelijkertijd iedereen die wat verderop in het leven is, weet dat het helemaal niet zo is. Het zit heel anders in elkaar. De vierdaagse stap is een heel ander soort van stap. Het is namelijk, als je denkt dat dat de alles of niets stap is, en Sartre wou het er soms van maken, snap je? Je moet afvragen of dit is hoe jij je leven wilt voortzetten, hoe je dit je leven wilt voortzetten. Als je dat 50 kilometer lang moet doen, dan redt niemand. Ik geloof niet. Zijn er echte lopers over? Lopers komen helemaal niet. Ja, ik zou zelf heel veel vinden. Ik vind het ontzettend wonderlijk hoe jullie dit allemaal gevonden hebben, want ik vond het best moeilijk te vinden. Terwijl ik dan wistbaar heen moest. Maar blijkbaar jullie ook. De vierdaagse stap is een heel onbenullige stap. Je zet er zoveel van, je hoeft helemaal niet op die stap te letten. Wat ik graag wil vandaag, is dat we alle grote keuzes in ons leven, alle belangrijke nu of nooit alles of niet stappen, dat we die zo klein maken als de vierdaagse stap. Dat een stap is die gewoon als het ware weg kan vallen in de machinerie van iedereen die maar zo'n beetje bezig is. Dat we niet zo die plicht en die stress voelen van dat we de goede keuze moeten maken. En ik ga een beetje eromheen draaien om te proberen duidelijk te maken waarom ik denk dat er een soort van goed argument hiervoor is. Eerst deze. Daar moet je gewoon even naar kijken, vind ik. Dat is echt. Ik kan ook nog vertellen, en dat doe ik ook, hoe ik hem gevonden heb. Op internet. Je typt in, ik weet niet of het nu nog zo is, maar ideaal paar, of zo'n soort woord. Dit is echt, snap je, dit is waar men van droomt. Als we dit toch bij elkaar hebben. Zo vind ik ze eruit. En als je aan het begin van je leven hoopt de partner van je leven tegen te komen, dan ziet dat er misschien de eerste tijd zo uit. En als het heel goed werkt, dan is het na 70 jaar, ik weet nog dat werkt. Happy old pair, geloof dat ik ze zo gevonden heb, maar in ieder geval. En ze doen het wel goed. Ze zijn best nog, en je weet natuurlijk niet of het zijn natuurlijk helemaal niet. Maar ze zijn wel heel lang bij elkaar.
En eigenlijk weten zij donders goed dat die eerste keuze op het allereerste moment totaal irrelevant was en er niet toe deed. Want onderweg zijn ze inmiddels 60 jaar samen aan het lopen. En na allerlei passen, tientallen jaren lang, gingen die passen gewoon zonder zorg en zonder aandacht. Want er waren kinderen en er moest verhuisd worden en weet ik wat allemaal. En al die stappen waren gewoon oké, want je deed nu eenmaal dat wat je doet. En je loopt ook wel eens vast. En dan moet je daaraan werken. Dus een keuze is als het ware iets wat je gaat toe-eigenen achteraf. Ik had het er van de week met iemand over. En die zei, eigenlijk gaat het dus om wat je van je... Nee, het ging anders. Ik moet even denken of ik het goed genoeg kan vertellen. Maar in ieder geval hadden we het over georganiseerde huwelen. Dus het ging over mensen uit India die gewoon onbezonnen en ongegeneerd gewoon rustig aan het wachten waren, aan het leven waren, allemaal drukke dingen aan het doen. Want hun ouders waren aan het zoeken voor hen. En op een gegeven moment krijg je dan een bij. Dat begint natuurlijk helemaal niet zo. Maar hij zegt, het kan wel zo eindigen. Als je beseft dat de keuze niet het ding is, maar de vorming en de beelding, het bouwen daarna, dat is wat maakt dat de keuze een goede keuze is. Waarbij keuze als het ware een beetje triviaal wegvalt. Deze kennen we misschien ook, sommigen. Het is, hoe heet dat ding, eindfeest van de middelbare school. Fotootje klopt niet helemaal, maar zo'n soort idee moet je erbij voorstellen. En de puber des huizes staat uren voor de kast. Van, dit is de alles of niets, nu of nooit stap. Want hij komt ook. Snap je? En dan moet je wel zorgen dat je er goed uitziet. Vanuit het idee van het is nu of nooit. En het is alles of niets. En niet alleen maar bij de partner gaat dit, maar ook bij de studie. Je kunt je van alles voorstellen. En als je dit al een paar keer meegemaakt hebt, het dondert helemaal niet wat je aan moet. Ik hield dit verhaal eerder deze week ook. En toen zei ik, al doe je niks aan. En dat kwam toen spontaan en nu niet meer. Maar al doe je niks aan, werkt vermoedelijk heel goed. Het is ook een beetje raar op zo'n schoolfeest. Maar het doet er niet toe wat je aan hebt. En je kunt van die keuze iets groots maken. Je kunt denken, het is alles of niets nieuw of noodzaak. Maar je krijgt nog zoveel kansen om het weer bij te stellen, om te corrigeren. Denk maar aan die stap tijdens de vierdaagse, snap je? Als je bij iedere stap denkt dat dit hem is. Je moet dus bijvoorbeeld, ik geloof zelfs dat ik dat toen gehad had. Die eerste, ik heb één keer alleen maar, voor mensen die later binnen hoor. Eén keer heb ik 2 dagen gered en ik had een te slechte voorbereiding. Ik wist het van tevoren. En 50 kilometer is ook heel ver. Dat is zo verschrikkelijk ver. Ik weet niet hoeveel stappen. Maar ergens was er ook nog dat ik er 300 verkeerd liep. En, nou ja, snap je dat de 300, dat is gewoon niks op zo'n stukje. Nou, stel dat zij iets verkeerds aandoet. De volgende keer iets anders aan. De nu of nooit, alles of niets keuzes zijn er eigenlijk helemaal niet in dit soort dingen. En wie je partner uiteindelijk wordt, of zou kunnen zijn, of die je probeert te treffen. Het kan met iedereen werken, moet je kijken. En als je strange couples intypt, vind je ze bij bosjes. En misschien jouw buren, weet ik veel. Of misschien wel jijzelf. En het werkt. Meestal makkelijk als je er hard voor werkt. Dat is precies wat werk is. Een van de fantasieën die ik hierbij heb, is dat als je je eigen leven leeft, en als je dus die stapjes zet en al die stapjes klein en onbelangrijk maakt, kun je dit allemaal als een metafoor gebruiken voor tijdens mijn leven ben ik met mezelf getrouwd. Dat is denk ik een goede metafoor. En je treft jezelf als partner pas aan als je al een tijdje onderweg bent. Dan ben je pas bij 4 of 5 komen de eerste herinneringen aan jezelf. In de puberteit raak je jezelf een tijdje kwijt en dan zou je willen scheiden, maar dat lukt niet. En dan langzaam vind je dat weer terug en je moet het gaan laten werken. Dit is het enige huwelijk waar je nooit vanaf kunt. Maar de grap is dat je nooit met maar eentje getrouwd bent, maar misschien wel met een heleboel. Want ze zijn allemaal veranderbaar. Ik bedoel, jij bent zelf veranderbaar. En dus jouw partner ook, want dan ben je zelf. Dus je kunt met elkaar gaan vechten en ruzie krijgen en erachter staan. En dan kun je dat opnieuw proberen. En dat zijn allemaal kleine dingetjes waarmee je een beetje bijbuigt. En stel dat je het verkeerde profiel koos,
En dus moest je de verkeerde studie doen. Dat zit hier een student, moet even nog uit de school komen. Die ging nu stoppen met zijn tweede studie. En zijn eerste studie was die dus ook al mee gestopt. Dat was geneeskunde, want zijn vader en moeder waren allebei arts. Had ik kunnen zien aankomen, maar dat wist ik toen natuurlijk niet. En hij moest nu stoppen. En hij dreigde zelfs te moeten gaan stoppen, omdat hij fraude had gepleegd. En ik denk niet, dat heeft hij expres gedaan, maar hij was natuurlijk met zo'n ontzettende lange omweg in de Vierdaagse bezig, met allemaal van die stapjes die nergens heen gingen. En dan nog, stel dat je nou 5 jaar verprutst. Stel dat je een hele grote bocht bij de Maas gemist hebt. En dan word je gediskwalificeerd. Of zoals ik, tijd 2 dagen loop, en halverwege de 2e dag, die gegrind nog wel, Beuningen dacht ik, Beuningen, Weurt, werd ik ietsje vrolijker, ik weet niet meer waarom, maar Nijmegen kwam dichterbij, toen kwamen we in Nijmegen, en ik weet niet hoe nu de route is, maar toen gingen we een omweg maken, in Nijmegen, terwijl we er bijna waren. Het was het allerergste wat mij kon gebeuren. Maar terugdenkend, dat is alweer een paar jaar geleden. En als je 5 jaar je studie verprutst, is er niks mis. Er zijn nog zoveel stappen te gaan. Je kan natuurlijk ergens vanaf kukelen en dan ben je er niet meer. Ja. Of in een verkeerd vliegtuig zitten in Maleisië nu. Dat zulke dingen kunnen gebeuren. Je hebt niet alles maar in de hand. Maar je hoeft niet te proberen krampachtig alles in de hand te krijgen. Om te denken dat verantwoordelijkheid een onderdeel van jouw bestaan is, dat vrije wil een onderdeel van jouw bestaan is, dat je eigen leven een onderdeel van jouw bestaan is. Dat kan allemaal zonder dat keuze nu belangrijk is. Deze moet even langskomen. Maar die had al eerder kunnen komen. Snap je? Dit is gewoon het geploeten wat je onderweg doet. Deze vind ik op de een of andere manier vind ik dit mooi. Vind ik het gewoon. Die moesten. We gaan met hier aan doen. Nee, ik wil eigenlijk nog dit doen natuurlijk. Maar ik maakte nu een fout. Je kan direct visualiseren. Dat is handig. Je doet gewoon 1 stap terug en het is weer gebeurd. Als je van je leven iets kleins probeert, als je van de keuzes in je leven probeert kleine vierdaagse stapjes te maken, dan worden ze op een bepaalde manier allemaal onbelangrijk. Een van de dingen die je dan moet doen, is keuzes niet gaan associëren met een menu. Dat werkt bijna nooit. Wel in een restaurant. Dan moet je op een gegeven moment kiezen. En dan is het alles of niets, nu of nooit. Als je slim bent, dan kun je kiezen tussen een pizza quattro formaggio en een pizza quattro stagione. En je zegt, mag ik van ieder de helft? Snap je? Tegenwoordig vinden die pizzeria's dat allemaal best. Dan maken ze gewoon 2 halve voor jou. En als je heel moeilijk bent, dan maken ze misschien wel 8 stukjes voor jou. Van allemaal verschillende pizza's. Bepaal ze wel eens een stekker, maar ze zullen het misschien doen. Hoe je ook probeert als het ware aan de keuzes te ontkomen, in een restaurant, met een menukaart, is het wel alles of niets, nu of nooit. Maar het zijn ook heel onbelangrijke keuzes die je gewoon gemakkelijk kunt maken. De keuzes die te maken hebben met hoe jouw leven gaat en hoe je je leven kunt toe-eigenen en hoe je inhoud kunt geven aan wat vrijheid in jouw leven betekent, dat dit leven jouw leven is en dat de keuzes jouw keuzes zijn. En ik zeg het even expres in de vorm van keuzes, ik ga zo duidelijk maken waarom keuzes daar een beetje het gekke woord is. In dat leven, je eigen leven maken, thuis raken in het leven en denken in vrijheid leef ik dit leven, want dit is mijn leven, heeft heel weinig met menus te maken. Omdat de alternatieven waar je uit zou kunnen kiezen, vooraf helemaal niet duidelijk zijn. We doen wel, je moet een profiel kiezen, maar een profiel dat is niet jezelf kiezen. En die profielen doen er allemaal niet toe. Dan kan je gewoon, je doet maar wat. En daarna moet je proberen het je eigen te maken. Dus het je eigen maken zit in daarna en zit in daarvoor. En de keuze zelf is wat ik dan noem een narratief zwaartepunt. Wordt als het ware een soort knooppunt in een verhaal dat je over je leven vertelt.
Weet je wel, toen kwam ik haar tegen. Daarna werd alles anders. Dat was natuurlijk, je balt dat samen in dat ene moment. Toen ging ik geneeskunde studeren. Het was de redding van mijn leven. Je weet helemaal niet dat als je milieukunde was gaan doen, of communicatiewetenschappen, of dat niet ook de redding van je leven was. Want het is helemaal onduidelijk waarom dat nu de redding van je leven is. Je kreeg een ander leven daarna. Eigenlijk moet je zeggen, je bouwde daarna een ander leven met de keuzes die op jouw pad bleken te liggen, die je langzaam ging toe-eigenen. Een manier waarop je dit ook nog kunt zeggen, is weer even terug naar Mr. Bean. Toen hij had niet zo goed nagedacht, maar hij wist natuurlijk wel wat hij ging doen. Hij had maar één keuze, namelijk naar boven rennen, dan hup, erin spreken. Hij stokte daar ineens, hij kon niet verder. Hij kon niet verder omdat hij niet wist welke zijn opties waren. Hij wist precies wat zijn opties waren, snap je? Eraf. Of dat hele ingewikkelde proberen niet eraf te gaan. Dat was heel simpel, twee keuzes. Maar als jij moet kiezen tussen geneeskunde of niet geneeskunde, lijkt dat helemaal daar niet op. Dat presenteert zich wel zo en je kunt het narratief zo gaan creëren, alsof nu jouw leven stopt. Alsof je de trap opgelopen bent, je wist precies wat je ging doen, de hele middelbare school, hoge cijfers, hard gewerkt, want je ging geneeskunde doen, uitgeloot. Daar sta je dan op je platform en je kan denken, ik duik eraf of ik duik er niet af. En de suggestie die ik wil doen is, dat is niet het moment waarop je die keuze maakt. Die is ergens eerder al gemaakt en je maakt hem later nog 100 keer opnieuw. Je maakt de consequenties van jouw keuzes je eigen door eraan te werken. Dat is bij huizen misschien iets makkelijker als, of nee, iets moeilijker dan bij menus in een restaurant. Maar ook daar weet je, snap je, als iemand zegt van, we hebben nu het huis van ons leven gevonden. Wie weet, als ze een ander huis, snap je, ze hebben vast niet zo alleen maar gegokt, maar ze hebben eerst een selectie gemaakt van de kleinere. Wie weet dat ze het allemaal hadden kunnen doen? Misschien wel niet. Misschien had deze het ook wel niet kunnen doen. Dus je weet van tevoren, dat is eigenlijk een punt bij keuzes. De suggestie van het menu is dat je vooraf gaat aan de keuze, weet wat de implicaties van de alternatieven zijn. En dat weet je meestal niet, want die botten langzaam uit. Dat is in het huwelijk zo en dat is ook in je eigen leven zo, als je je voorstelt dat je daarmee gaat doen. Werk is van hetzelfde laken en pak als de huizen en de menus. Het uitbotten komt daarna en het je als het ware gaan toe-eigenen van de consequenties van de keuzes, is pas wat de keuze jouw keuze maakt. Op het moment zelf moet je niet moeilijk doen over die keuze, dat is gewoon de vierdaagse stap. Dit vind ik een mooi beeld voor een laatste klein stukje toe te lichten. En daar moeten we maar vragen gaan stellen en discussiëren. En een beetje water drinken eigenlijk. Hierboven is, ik denk alleen maar één accordeon, hè? Dat is geen bandje. Maar zodra je een bandje hebt, gebeurt er iets interessants. Want op dat moment, stel dat hier iets aan het spelen en jij zit daar met er zit een heel gek saxofoon, maar een hele lange. Stel dat ben jij. Oké. Okay. En ze zetten een deuntje in. En je hebt een soort begin afgesproken, wat akkoorden of iets. Ik speel geen muziek, dus dat vind ik hierbij altijd zo jammer, omdat dit zo'n mooi beeld van hoe het leven gaat is. En de gitarist zet in en de drum zet in. En op een gegeven moment is het jouw beurt voor saxofoon en je fiedelt wat. En zo langzaam ontdek je wat daarin moet gebeuren. En jouw keuzes zijn op dat moment niet van de menusoort. Je weet niet precies wat je kan wel, je hebt wat plannen misschien bedacht, maar je weet niet precies hoe het gaat uitpakken, want je weet niet precies wat de drummer gaat doen, je weet niet precies wat de pianist gaat doen, maar je luistert naar elkaar en daarin vorm je langzaam jouw stem. Dit wordt opgenomen, dat heeft verteld, het is echt komkommertijd, hè? Dan allemaal radio's komen achter mij aan. Dus nu is er zaterdag een radio die wil dat ik een of andere quote uit dit verhaal ga becommentariëren op de radio. En zij vroegen, mag ik de tekst lezen? En ik zei, ik heb helemaal geen tekst. Ik heb gewoon plaatjes en dan ga ik praten en ik weet wel ongeveer wat ik wil zeggen. En dat komt er dan op een of andere manier uit. Maar als ik dit allemaal moest instuderen, zoals cabaretiers echt doen, snap je? Die
cijferen het allemaal op en uit hun hoofd leren. Ik zou ontzettend ongelukkig aan worden. Hoe het er precies uitkomt, en dat is als we straks gaan praten ook. Als jullie een vraag stellen, je moet gewoon beginnen te praten, want onderweg wordt wel duidelijk hoe die vraag zich ontvouwt. En dan hoor je jezelf en denk je, oh ja, heb ik nou goed gesteld of niet? En zo zijn we al improviserend meestal in ons leven bezig. En in zo'n orkestje doe je dat. Het moet natuurlijk een beetje een improviserend orkestje zijn. Niet dat je allemaal anderhalf jaar lang precies jouw partij hebt ingestudeerd. Dan krijg je een ander verhaal. Maar de levens die wij leven, zitten in elkaar als improvisatie. Bandjes. Waarbij je luistert wat er mogelijk is. En zo'n beetje dit probeert. En dan probeert iemand anders weer dat. En dan reageer je op. En je hebt de tijd niet om dat allemaal vooraf te bedenken als een menu. Dus je kiest. Je kiest. En Dick Swaap en Victor Lam en allerlei neurowetenschappers denken dan. Kiezen en de vrije wil bestaat niet. Want op het moment zelf doen jouw hersenen het. Ja, gelukkig maar. Dan gebeurt er tenminste iets. En daarna kan dat langzame proces en langdurige proces komen. Waarin je als het ware je die keuzes gaat toe-eigenen. Maar dat jij op het moment. Dat is ook denk ik de vergissing die we dankzij Sartre in ons taalgebruik hebben gekregen. We zijn gaan denken dat het op een menu kan rijden. Dat we bij iedere stap. Dus moet je voorstellen dat je nu echt Sartre bent. Je moet nu je afvragen of dit het vervolg in existentiële zin is van mijn leven. En dat dat betekent dat ik niet in Afrika ga werken, weet ik veel wat. Dat ik niet op een zeilboot ga. Dat ik al die dingen, ik weet niet welke dingen ik allemaal niet doe. En die weet ik ook niet meer. Ik weet niet eens welke dingen ik wel doe. Want ik ben er al aan het praten en ik weet nog niet precies hoe het eindigt. Ik ben nu even vergeten, ik weet er weer wat van. Er komt niet zo heel veel meer. Er komt er maar één plaatje, namelijk een plaatje van de Vierdaagse. En je probeert daarin wat te doen. En jouw vrije wil en jouw vrijheid en jouw verantwoordelijkheid zitten niet aan de beginkant van een belangrijke menukeuzes waar de alternatieven klaar liggen. Maar jouw vrije wil en jouw verantwoordelijkheid is een heel langdurige activiteit. Het is eigenlijk gewoon het leven zelf. Is de optelsom van al die stapjes. Waarbij al die stapjes klein zijn. En ieder stapje dat je zet je weer kunt corrigeren als je merkt dat die scheef gaat. En als je iets zegt, dan ben je in een ruzie, heb je ook geen tijd om precies te bedenken wat je zegt. En dan komt er ineens dingen uit te denken. Zo, dat ik dat kon zeggen. Maar daar heb je natuurlijk wel bij een goede ruzie, heb je daar spijt van. En dan poets je dat glad en ga je weer verder. Wat was het? Tijd voor vragen. Bedankt Jan. Als je jullie vragen willen stellen, vind ik graag uitgenodigd. Wacht even tot de microfoon komt, dan kan de andere mensen dat horen. Ik zag daar een vinger. Ja, bedankt voor je verhaal, interessant. Het relateert heel erg aan TED, het meest bekeken TED-filmpje van een onderzoeker uit Amerika. Kent u dat? Nou ja, ik ben de naam even kwijt. Maar ik vraag me af, wat wilt u met het woord keuze? Want daar begonnen jullie het verhaal mee. Het woord keuze, dat is niet een goed woord. Ik wou het woord keuze kwijt uit onze alledaagse taal. En ik besef dat er twee verschillende betekenissen aan keuze zitten. Maar de sterkste associatie bij keuze is dat het met kiezen te maken heeft. En kiezen lijkt op nu of nooit, alles of niets, een optie uit een menu nemen. En de andere associatie die bij keuze hoort, die kun je voelen als je denkt over, je hebt in het leven altijd een keuze. En dan bedoel je niet zoiets van, je kunt stoppen en nu is het alles of niets en nu of nooit, hier is een nu. Maar het betekent, de route die jouw leven op dit moment gaat, is niet de enige die het noodzakelijkerwijs gaat. Dus als ik het heb over, je bent getrouwd met jezelf, dan is jezelf is ook een vaag individu, je weet niet precies wat die wil. En je weet zelf niet precies wat je wil. En je blijkt ineens anderhalf jaar lang vast te zitten aan een jongen die eigenlijk helemaal leuk is. Waar je pas na anderhalf jaar achterkomt. Zo wat, hoort er als het ware bij. Dan baal je natuurlijk wel een tijdje flink. Je hebt misschien allemaal dingen gedaan waar je ontzettend spijt van hebt. Maar ook de dingen waar je spijt van hebt, moet je als het ware je weer in je levensloop zien toe te eigenen. En in het lopen van jouw levensloop
is keuze dus het misleidende woord. Want het suggereert dat je voorafgaand aan de kruispunten weet welke de opties zijn en steeds de goede kiest. En daar krijg je keuzestress en keuzeplicht van, die ik graag wil krijgen. Je vraag. U had het over die stappen die je zet bij de Vierdaagse. Maar als je altijd maar blijft lopen, en dus, dan sta je dus nooit ergens stil bij elke stap die je zet. En dan als dan de band bijvoorbeeld aan het spelen is, en je blijft maar spelen, ook wat andere mensen van je verwachten dat je speelt, dan kom je er niet achter dat je eigenlijk liever blues speelt in plaats van jazz ofzo. Dat snap ik. Dus in de beeldspraak van ieder stapje is er gewoon weer één. Is het niet zo dat, ik had eigenlijk nog andere plaatjes mee moeten nemen. Ik heb een soort favoriet trio plaatjes. Het ene is een snelweg die, je ziet al mijlenver lang dat het gewoon één rechte weg is in de woestijn. Je gaat gewoon alles maar door. Het tweede favoriete plaatje van mij is een oerwoud. Met gigantische bomen, bladermassa. Je hebt geen idee waar je allemaal heen kunt. Het derde plaatje is, heb ik op mijn website staan, kan je nog gaan kijken, is een splitsing. Een ietsje breder pad en een smaller pad. Wat ik suggereer is dat iedere situatie waarin je bent, ieder loopje dat je loopt, ziet er potentieel als een van die drie uit. Als het één grote chaos en woestenij en oerwoud is, kan je nog gewoon alles maar doorgaan. Je weet helemaal niet meer waar je heen gaat. Als het één lange rechte weg is, kan je ook alles maar doorgaan. Soms is die weg met die splitsing, ziet eruit als een oerwoud. Het lijken er wel twee, maar je kan ook nog terug en dat en dat. Je kan eindeloos opties vermeerderen. En soms is het er maar één. Want je loopt bijvoorbeeld naar school en er is een zijweg. Ja, die is er al 100 jaar, maar dan ga je nooit in, want je gaat gewoon naar school. Waar het voor mij... En dit heeft niet met kiezen te maken, maar juist niet met kiezen, maar wat ik noem de onderzoekende houding. Waar het in de onderzoekende houding om gaat, en dat is precies wat jij bedoelt met stil gaan staan, is dat je alertheid moet proberen te ontwikkelen voor die stappen die ik nu stap. Hebben die nu de oerwoud aanblik, hebben ze de snelweg aanblik of hebben ze de kruising aanblik? En als andere mensen, en het zijn wat dat zijn er ook al, als het andere bandje is al lang gestopt en iedereen is naar huis. En jij zit er dan met je saxofoon. Beetje suf. Snap je? Dan had je best eerder kunnen merken dat er iets gebeurt. Als de drummer bijvoorbeeld doet tak, 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 pam. En iedereen speelt door, dan is er ook iets misgegaan. Snap je? En als je alert wordt, merk je wanneer je op welk moment als het ware moet gaan stoppen. Stoppen betekent niet dat je op een kruispunt houdt en dat je kijkt welke menukaart je hebt en wat de juiste keuze is. Maar dat je even terug afstand neemt en zegt, waar was ik eigenlijk ook alweer mee bezig? Die momenten zijn wel belangrijk. Heel vaak komen die momenten automatisch genoeg, maar vaak komen ze ook een beetje te laat. We zijn gewoon een beetje hardleerse mensen en zo. Meestal moet je eerst vallen. Dat is een van de, ik denk dat dat een van de, als ik nog even mag, een van de moeilijkheden is die bij wat oudere mensen tegenwoordig de wat jongere mensen aandoen. Want je leert echt het meest van vallen. En ouders zijn tegenwoordig allemaal helemaal gepredestineerd en bevangen door preventieobsessies om te voorkomen dat jullie vangen. En al lang voordat jij de kans krijgt te vallen, zien wij het aankomen en gaan we zeggen, zou je niet eens je huiswerk gemaakt of weet ik veel wat. En als we jullie laten, dan donder je zelf een keer en dan kom je er te laat achter. En dan zeg ik net zelf, van, je moet niet altijd maar doorlopen Jan, je moet ook gewoon af en toe weer stoppen. En die vaardigheid voor te ontdekken wanneer je moet stoppen en wanneer je eens even moet kijken van, zijn er nog meer opties? Is een vaardigheid die hoort bij die stapjes licht kunnen nemen. Ja? Je kunt kiezen voor energieleveranciers, zorgverzekeraars uit 250 telefoonabonnementen. We hebben die keuzes. Je kunt maar even iets maken met jouw verhaal. Ik kan het zelf niet met elkaar verbinden. Ze hebben wel iets met mijn verhaal te maken. Maar ik weet niet zo goed. Dus de één kant van mijn verhaal zegt, kies gewoon wat, maakt helemaal niet uit. Ja? De tweede kant van het verhaal is,
Die verzekeraars willen allemaal doen alsof je er nu of nooit alles of niets keuze krijgt. Voor vrijdag, ik spaar ze namelijk. De KPN heeft mij al 28 keer gesuggereerd dat dit de laatste kans was om over te stappen op, hoe heet dat, het glasfiber. En iedere keer blijkt de prijs gaat er ietsje omhoog, dan gaat het ietsje omlaag. En het is nooit de laatste keer. Het derde wat ik erbij wil zeggen is, een van de slechtste manieren om te snappen wat een keuze voor jou betekent, is het te gaan vertalen in kosten, in wat het je kost. En het lastige aan geld is dat het tegelijkertijd het medium lijkt waarin we de menukaart het makkelijkste kunnen gaan vergelijken. Dan zei je, die is duurder, die is goedkoper, maar en duur en goedkoop. Dus snap je, als ik zeg, ik heb één optie, die is duur. Ik heb één, is goedkoper. Nu hoeven we niet verder te praten. Iedereen kiest goedkoper. Dat doe je automatisch. Als ik zeg, nou bij goedkoper hak ik je hand eraf. Mijn hand is best belangrijk. Die is onbetaalbaar. Aan het eind zijn eigenlijk alle keuzes die in je leven belangrijk zijn, keuzes die je niet in geld kunt uitdrukken. Maar de verleidelijkheid is dat we die keuzes, snap je, want al die kinderen gaan studeren, die willen niet een leuke baan of 14 vergissingen en maar die willen gewoon snel rijk. Dat is namelijk wat op een of andere manier iedereen tegenwoordig denkt dat nodig is. Want als je eenmaal geld hebt, kun je alles doen. Maar als je eenmaal alles kunt doen, dan weet je helemaal niet wat je kunt doen allemaal. Je weet echt niet ontdekt wat belangrijk is om te doen. Dus dan zit je met al die geld. Dan ben je 30ste klaar met pensioen. Alles is nu mogelijk. Ja, en dan kom ik erachter dat je graag postbode was geweest. Dus ik zit met al die geld. Ik heb natuurlijk hierheen komen brengen. Dan weet zijn gasten die slim zijn mee te doen. En dan ga je rustig postbode worden. Ja? Nog vragen? Als je loopt en je gaat stap voor stap, ik heb het woord richting niet gehoord. Of waar wil je naartoe? Ja. Ik heb het idee dat jij het leven schetst als een fles, een lege fles met een dop erop op de oceaan. En je komt altijd wel een keer uit een strand terecht. Okay. En ik vraag me ook af, soms is het toch belangrijk om na te denken. En een keuze of je met een vrouw in de bed gaat. Zonder of met condoom, kun je zeggen, ja, je maakt je fout, jammer dan, maar dat zijn consequenties voor je leven. Ja, oké. Okay. Dus dat is wel een heel goed voorbeeld van alles of niets. dat is waar. Dus ik neem daar een beetje gas daar terug, maar ik ga er andere gas weer bij doen. En het andere gas is dat richting inderdaad vermijdt. Ik vind dat dobberen van zijn. Ik vind dat dobberen. Het lijkt me eigenlijk wel wat. Gewoon een beetje dobberen. Ik moet het voorzichtig zeggen. Wat ik risicovol vind aan richting, is dat richting te dominant kan worden. Ik kan het nog een beetje uitleggen op een manier die misschien werkt. Stel dat je zegt, nou van het weekend gaan wij het huis verder. En dan moeten dus op een of ander moment moet de verf gekocht worden. Dan kun je al, als het is bijvoorbeeld nu pas maandag en we hebben nog 5 dagen en dan gaan we het huis verven. Misschien is het op maandag slim om te zeggen, nou woensdag moeten we zo'n beetje weten welke kleur het wordt. Misschien moeten we dat maandag al weten. Wie precies op welk moment de kwastbeen pakt in welk vertrek, vinden we op maandag nog niet belangrijk. Het zou eens kunnen dat op zondagavond is nog steeds lang niet alles geschilderd. Ben ik het gewoon helemaal zat en ik zeg, dat doen we niet meer. En jij zegt, van, nou ja, we zouden het van het weekend doen, dus ik ga door. Wat ik suggereer is, plannen wijzigen zich onderweg en je moet niet te vroeg, te precies weten waar je denkt dat je moet komen. Wat plannen meer doen, is dat ze als het ware zijwegen afsnijden. Dus de eerste 10 kilometer let ik niet op de zijwegen. Dat betekent niet dat ik geen richting heb, maar het betekent wel dat ik niet te strak over het einddoel nadenk. Je bent wel je keuzes kwijt. Op wat voor manier? Nou, omdat die zijwegen weg zijn. Maar ik kan die altijd terugnemen natuurlijk. Nou, dus stel het volgende. Van de zomer gaan wij op vakantie. En het is nu januari en we besluiten in januari, we gaan naar Frankrijk. Ja, en dan komt februari en maart en dan zeg ik, ja maar eigenlijk vind ik Portugal ook wel leuk.
Ja, maar het is nu al maart. Ik bedoel, we hebben in januari al bedacht. Frankrijk. Maar dan kom je met een folder. Van welk land zei ik? Portugal? Ik ga het Portugal. Dus je hebt een prachtige folder over Portugal. Oh, dat heb ik in januari niet bedacht. Ik neem het terug. Snap je? Dus je loopt en je negeert zijwegen. Wat bedoel je? Over de, nou, wel of niet met Colombia, die vind ik te lastig. Maar wel of niet met deze vrouw. Snap je? Stel dat je hebt vaste verkering. Dat betekent eigenlijk dat allerlei zijwegen gewoon dicht zijn. En ze zijn niet dicht zo met een slot waar iemand heel het aan zit te rommelen. Maar er zijn niet eens meer zijwegen. Want in het begin, als het, er zijn helemaal geen zijwegen. Dat wil niet zeggen dat je in één keer weet waar het uiteindelijk op uitloopt. Dus het is toch een keuze dat er geen zijweg meer is. Ja, dat is een keuze. Dat is een keuze, maar ik vraag me af wat je bedoelt met het woord keuze. Het betekent dat als je goede redenen hebt om ze open te doen, de zijwegen, dan zijn ze er weer. Dus je kunt het vergelijken met de menukaart. En zeg, ik heb altijd 10 opties. Ik kan altijd met 9 andere vrouwen naar bed. Of niet 9, waarom 9? Snap je? Er zijn er nog veel meer. Dat wordt veel te vermoeiend om de andere rekening mee te houden. Dus het is maar goed dat ze dicht zijn. Je mag ze allemaal open doen, dan krijg je het Sartre-probleem. Dat je op ieder moment alles opnieuw moet dragen. En als je zo stuurloos in je eigen leven bent, en de stuurloos wil ik wel gebruiken, dan is leven veel te lastig. Maar als je bij iedere stap aan alle opties blijft denken, en ook suggereert dat de opties articuleerbaar zijn en onderscheidbaar van elkaar, dan denk ik dat je heel diep vergist. Want als je nu al weet hoe jouw vrouw over 10 jaar is, dan weet je in ieder geval meer dan zij. Dat weet zij nog helemaal niet. En je weet niet hoe jij zelf over 10 jaar bent. Maar als je het van haar al wel weet, dan heb je een soort van grote taak voor jezelf. Nou, om te zorgen dat je er over 10 jaar nog bij past. Dus die dingen... je hebt keuzes. Maar liever formuleer ik het anders. Je hebt vrijheid en verantwoordelijkheid voor jouw leven. En als je het brengt in de vorm van keuzes, ga je te veel ballast op kiezen leggen. En ga kiezen te veel associaties krijgen met alles of niets, nu of nooit, uit een set van opties. En dan gaan de dikzwaaps van de wereld vermoedelijk gelijk krijgen dat ze jou kunnen vertellen dat jouw hersenen het hadden. En niet jijzelf. En dat is wel het laatste wat we willen. Dat moet gewoon bij jezelf leven. Jan, wij horen die obsessie met keuzes, die wordt ons ook een beetje aangereikt. Hè? Ja. Er zijn heel veel instanties van buitenaf, niet alleen reclame, maar ook de overheid en het onderwijs en zo. Die tegen jou als burger zeggen, jij moet kiezen, nu moet er gekozen worden. Het is hartstikke belangrijk dat je een goede keuze maakt. En wij gaan je wel helpen om die keuze te maken en kijk de website en zo. Waar komt die obsessie met keuzes vandaan? Ja, nee, is wel. Ik heb een paar associaties. Ik denk een van de dingen waar het vandaan komt is een groeiend individualisme. Een tweede waar het vandaan komt, denk ik, is een groeiend consumentisme. Maar een derde, en het is misschien nog de belangrijkste, is dat we een waarde hebben die we heel cruciaal vinden. En dat is respect voor autonomie. En dat betekent zoiets als, ik moet me niet met jou bemoeien en met jouw keuzes, want dat is aan jou. Ik mag je informeren. Maar de keuze is het soort ding wat jij moet doen. En het gaat gepaard van iets wat daar voor mij onprettig mee samenhangt. Namelijk dat dicht bij het respect voor autonomie zit de vrees voor paternalisme. Ik moet in ieder geval niet namens jou gaan praten. En dan gebeuren er van allerlei rare dingen. Want dan, laat maar zeggen, als de buren een beetje raar koken en dat stinkt, mag ik daar eigenlijk niks van zeggen. Deze was heel kort richting multiculturalisme, zodat je dat in één keer snapt. Maar ik denk dat de onjuist begrepen interpretatie van respect voor autonomie doet, denk ik, hier heel veel fout. Is dat als ik bijvoorbeeld dat ik tegen jou zeg, joh, je moet geen filosofie gaan studeren, je moet geneeskunde gaan doen. En dat is ouderwets. En wat ik wel kan zeggen is tegen jou is, je moet nu een hele goede keuze maken, Jan. Ja.
En je geeft mij het boekje van geneeskunde en het boekje van dat. En je biedt mij ook nog een paar sessies bij een coach aan en bij een psycholoog die helpt dat een beetje uit te zuiveren bij mij. Zodat aan het eind ik zelf de keuze kan maken. Dit is net zoiets als dat een dokter die ontdekt dat je hele been zit vol met kanker. De verstandige dokters doen dat natuurlijk niet. Die zeggen, ja, ik vertel je gewoon de data en daarna is de keuze aan jou. Je doet natuurlijk vanzelf een gesprek. Maar je moet denk ik als, daar gaat dat consumentisme een beetje mis. Dat ik jou kan gebruiken als informatieverstrekker, maar niet als degene die mee zorgt voor mijn keuzes. Dat moet ik zelf doen. Zodat ik me ook steeds meer ga opstellen als een consument. Jij vertelt het, jij zegt, ja Jan, de benen moeten eraf. Tenminste, de benen zijn nogal ziek. We kunnen eraf met een zaag, dan kan met weet ik veel, snap je, dan kan je nog wat opties. En ja, dat is dan aan jou om te kiezen. Dus zulke spotjes hoor je ook op de radio. En het fascinerende, dus er is zo'n spotje van een of andere, als je vindt dat te lang leuter, dan moet je dat gewoon zeggen. Maar er zijn van die spotjes, dan is er een zorgverzekeraar die zegt, nou kijk, wij weten alles over alle specialisten in Nederland. Sommigen hebben heel veel ervaring, sommigen hebben heel goede apparatuur, sommigen hebben geen wachtlijst, sommigen hebben dit, sommigen hebben dat. En dan komt er zo iemand die zegt, oh, doe mij dan die maar met veel ervaring. En dan denk ik, hoe weet zo iemand dat? Ik weet dat nooit. Of ik ervaring nou zo belangrijk vind of niet. Dus ik wil veel meer een gesprek aan. En dus misschien is het nog wel de combinatie van consumentisme en respect voor autonomie. En een fout begrepen respect voor autonomie. Ja. Nog vragen? Oh ja. Anders heb ik nog een duimstok. Hallo. Ja, sorry. Ja, ik heb een vraag. Sommige mensen zijn heel flexibel in keuzes maken, maar anderen die zijn hun hele leven werkzaam in de bibliotheek. En anderen die kunnen van het ene huwelijk in het andere springen. En van de ene baan naar de andere. Mm-hmm. Is het ook een soort van dat in de evolutie een beetje variatie heeft gezorgd tussen mensen misschien? Ja, dat is vast zo, maar ik kan op zoiets. Ik denk dat ik alleen maar een soort van suffere antwoord kan geven. Die variatie bestaat. Als jij moeilijk kiest en je wilt gaan gelijken op iemand die makkelijk kiest, dan moet je gewoon een tijdje bij hem in de buurt blijven. Dan pik je meestal iets op. Dan heb je net zoals je accenten oppikt van elkaar, pik je ook zulke soort vaardigheden misschien ook van elkaar. Moet dus wel voor mij kiezen. Moet die persoon wel voor mij kiezen. Wat zegt ze? Dan moet die persoon wel voor mij kiezen als ik dat wil leren. Nee, ja, die andere moet dan ook jou kiezen. Ja. Die is misschien bang dat hij zijn flexibiliteit kwijtraakt als hij te dicht bij jou komt. Is nog een vraag? De laatste. Dan stel ik nog een vraag. Jan, je hebt ons heel verhaal gehouden. Wat zou je nou eigenlijk, wat vind je dat voor les moeten wij uit jouw verhaal trekken? Moeten wij gewoon wat flexibeler en ontspannender in het leven staan? Is dat wat je uiteindelijk wil bereiken? Ja. Ja. Er zijn te veel boodschappen op verschillende niveaus. Dus ik ben een boekje aan het schrijven wat bijna af is wat hierover gaat. En ik denk dat het enige wat... ik denk niet dat de samenleving nog zo in elkaar zit dat mensen met titels zich kunnen permitteren om te zeggen dat ze lessen hebben voor die ander. En dat bedoel ik niet als een fout ontsnappen aan paternalisme. Maar ik zie het liever als ik plant een zaadje en kijk en ik zie wel wat er van bloeit. Ik weet niet eens of ik wil zeggen, doe het wat, dat is natuurlijk wel wat ik prettig vind, doe het wat relaxter. Maar liever heb ik dat je, ik ben alleen maar filosoof, dus ik wil graag dat mensen ook aan filosofie doen. Pak af en toe eens die onderzoekende houding. En doe dat niet alsof je nu uit een menu gaat kiezen, maar word alert op kleine woordjes die iets doen met je wat je misschien niet wou dat ze doen. En één van mijn woordjes, en eigenlijk is het alleen maar, we gaan op één woordje. Pas op voor het woordje keuze. Als het te snel valt, denk dan even, wat bedoel ik nu eigenlijk? Dankjewel, Jan.